Goedemorgen gemeente, namens de kerkenraad van de Protestantse gemeente Wassenaar en hartelijk welkom op deze Pinksterzondag. U hier in de Kievietkerk, onze gemeente in Van Ommerenpark en onze gemeenteleden in het Sofiekenhuis. Tevens een welkom aan degene die via de digitale weg met ons zijn verbonden. Deze morgen gaat bij ons voor dominee Esther de Pauw. Fijn dat je in ons midden bent. Aan het orgel Rijk Jansen, de kantorij onder leiding van Anneke Jansen en de liedeur van deze ochtend is Marilène Hogevoning. Mijn naam is Hans Bracht en ik ben deze morgen uw ouderling van dienst. Hier in dit huis zijn wij welkom om God en elkaar te ontmoeten. Hier vieren wij het leven in dankbaarheid en verwondering. We weten ons door God aanvaard zoals wij zijn. Hoeveel wij ook verschillen, hier zijn wij één. Op zoek naar God, naar inspiratie, naar elkaar. Zoals Jezus ons dat heeft voorgedaan. Wij wensen elkaar een gezegende dienst en in het moment van stilte bereiden we ons voor.
begin van deze dag waarop wij het feest van de geest vieren, spreken wij ook met elkaar de oeroude woorden uit. Dat onze hulp is in de naam van de Heer. Die trouw houdt in eeuwigheid. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus onze Heer. Amen. Even kijken hoor. Ja, nu doet hij het. Ja, we horen hem. Ik moest natuurlijk even voorzichtig vasthouden dat ze niet ontsnappen. Krr, krr. Krak. Er komt een kleine duif uit het ei. Kleine duif komt naar buiten en hij kijkt nieuwsgierig de wereld in. En kleine duif wordt geboren met Pasen. Ons eigen paaskind, roept zijn moeder. Jij bent een vredesduif, roept zijn vader. Want Pasen is het feest van de vrede. Maar deze kleine duif, die heeft daar nog niet zoveel van begrepen. Die moet natuurlijk nog een beetje leren wat dat betekent. Maar kleine duif wordt groter. En op een dag gaat hij op de rand van het nest zitten. En hij kijkt naar buiten en hij denkt, ja, het wordt tijd om de wijde wereld in te gaan.
Een kleine duif gaat vliegen. En hij komt een aantal kinderen tegen. En hij kijkt eens goed naar die kinderen en hij denkt, zijn ze nou gezellig aan het spelen? Nee, het is een hoop lawaai, het is een hoop geschreeuw. Ze zijn aan het ruzie maken. Wat is hier aan de hand? Vraagt kleine duif. Wat zijn jullie aan het doen? Nou, zegt die jongetje, ze maken ruzie over de bal. Ze willen allebei met dezelfde bal. Oh, zegt kleine duif. Dat is toch helemaal niet gezellig? Je moet toch samen spelen? Samen spelen, zegt het jongetje. Ik mag nooit meedoen. Ze vinden mij stom. Ze vinden mij niet aardig genoeg. Nou ja, zegt een kleine duif. Ik dacht dat de wereld zo'n mooie plek was. Maar blijkbaar gaat het soms toch een beetje mis. Een kleine duif vliegt verder en hij komt een bever tegen. Hé, wat woon jij hier mooi, zegt hij. Ben jij helemaal alleen? Ja, zegt de bever. Ik heet Barend. En vroeger waren we hier met heel veel bevers. Maar kijk, ze hebben allemaal huizen gebouwd. Dus we hebben niet veel ruimte meer. En de mensen zijn ook heel rommelig. Ze laten heel veel rommel achter in het water en in het riet. En heel veel van mijn vrienden zijn ziek geworden. En ze zijn vertrokken of ze zijn doodgegaan. Kleine duif wordt er een beetje verdrietig van. Hij denkt, nou, ik ga maar eens even verder vliegen. En hij gaat heel ver vliegen. Waar het niet meer groen is, maar waar het veel geler is en veel stoffiger. Hij komt bij een hele grote stad, heel ver weg. En daar ziet hij een meisje zitten op straat. En hij heeft wel zin in een praatje. Ze zegt, hallo. Heb jij zin in een praatje? Ja, zegt Luna, ik heb wel zin in een praatje. Moet jij niet naar school? Zegt kleine duif. Nee, zegt ze. Ik kan niet naar school. Wij moeten auto's wassen. Want als we geen auto's wassen, dan hebben we geen geld om te eten. Kijk, daar is mijn grote broer. Die let een beetje op me. Die beschermt me. En waar is dan jouw huis? Vraagt kleine duif. Wij hebben geen huis, zegt Luna. Slaap jij dan op straat? Zegt kleine duif. Ja, wij slapen op straat. Maar dat is toch heel gevaarlijk? Ja, ik slaap met één oog open en één oog dicht. Nou ja, zeg. Kleine duif, die wordt er wel een beetje treurig van. Hij dacht dat de wereld een hele mooie plek zou zijn. En hij vliegt weer terug naar waar hij een beetje vandaan komt. Naar waar het weer allemaal groen is. Naar waar weer meer eten is. Hij komt bij een vuilnisbak en daar ligt weer allemaal brood. Hier zijn de mensen weer wat rijker. En daar zit een mevrouw. En die mevrouw zegt, wat een lekker weer, hè? Pasen ligt al een tijdje achter ons. Het wordt zomer, dat kun je wel merken. Hé, de kleine duif. Misschien kan ik het dan eens aan deze mevrouw vragen. Hij zegt, maar mevrouw, met Pasen zou de wereld toch beter worden? Maar ik zie daar nog helemaal niks van. Ik zie nog kinderen ruzie maken en mensen en kinderen die heel arm zijn. En de natuur heeft het moeilijk. Ach, kleine duif, zegt die mevrouw. Het is ook niet altijd makkelijk. Maar het gaat wel goed komen, hoor. Je moet gewoon een beetje vertrouwen hebben. Maar kleine duif vindt dat maar lastig. En hij ziet de kinderen weer. En hij denkt, ik ga eens even kijken. En hij vraagt aan de kinderen, hey, kunnen jullie misschien helpen om de wereld een beetje beter te maken? Nou, zeggen de kinderen, dat is een beetje moeilijk voor ons, hoor. Dat is iets voor grote mensen. En ze spelen weer verder. Kleine duif, die gaat maar eens even ergens op een heel hoog punt zitten. Op een heel hoog gebouw. Hij is nu 50 dagen uit het ei. En hij gaat maar eens een beetje zitten nadenken over wat hij in de wereld heeft gezien. En dat valt nog niet helemaal mee. Hij dacht, ik ben een vredesduif. Maar wat kan ik nou doen aan de vrede? Maar dan ineens... Wat kijk jij, Sip? Er komt een mooie, vurige vogel bij hem zitten. Ja, zegt kleine duif, ik ben ook een beetje sip. Ik ben de hele wereld overgevlogen en ik dacht dat ik kwam om vrede te brengen. Maar het valt nog niet mee om vrede te brengen. De mensen maken er soms een beetje een potje van. Maar wie ben jij dan? Ik ben de Pinksterduif, zegt de vurige vogel. Ik vlieg ook de hele wereld over. En ik help de mensen en de kinderen een beetje. Als ze wachten op een betere wereld,
dan zeg ik dat ze er toch maar vast aan moeten beginnen. En als ze de moed een beetje verliezen, nou dan troost ik ze. Dan geef ik ze een duwtje in de rug. En dan spreek ik ze weer moed in. En dan zeg ik, kom op, je kunt het. Blijf aan de vrede werken. Nou, zegt kleine duif, ik vind het wel heel mooi, maar dat is wel een hele grote opdracht. Ja, zegt de pinksterduif, het zal ook nog heel lang duren voordat het overal vrede is. Maar je moet de moed niet verliezen. Elk klein beetje vrede is belangrijk. En elke keer als het weer even misgaat, dan kom ik de mensen weer troosten. Vergeet de kinderen niet, zegt kleine duif, die kunnen ook meer dan ze denken. Ja, zegt de pinksterduif, die geef ik ook een zetje in de rug. Die help ik ook om vrede te brengen. Maar blijf vertrouwen, want ik kom van het grote licht en elke keer kom ik weer licht brengen. En dat merk je niet altijd. Ik ben een beetje als de wind. Heel zacht geef ik een duwtje in je rug. En weg is de pinksterduif weer. Kleine duif gaat er een beetje over zitten nadenken. Kijk, dat mijn touwtje niet gaat doorbranden zo. Nou, we gaan het straks wel even goed doen. Ja. Kleine duif denkt, misschien heeft de pinksterduif wel gelijk. Misschien moet ik toch een beetje anders naar de wereld gaan kijken. Hij heeft toch het gevoel dat het een beetje lichter is geworden. En kijk, daar zit Dora. En Dora, daar had hij pas bijna ruzie mee gemaakt. Maar nu zegt Dora, hey, kleine duif, hoe gaat het met je? Nou, zegt Dora, of zegt de kleine duif, het gaat eigenlijk wel goed. Kom je even met me mee eten, zegt Dora. Hey, zegt kleine duif, denkt kleine duif. Die Dora, dat is toch wel een hele aardige duif. Daar kan ik toch wel vrienden mee worden. En dan vliegt kleine duif weer verder. En wie komt hij nu weer tegen? Even kijken, volgens mij gaat hij naar Luna weer. Ja, kijk. Hij gaat op zoek naar Luna, weer heel ver over de wereld. En hij kijkt tussen alle straatkinderen, maar hij kan Luna helemaal niet vinden. En uiteindelijk vindt hij Luna met een papier. Wat ben je aan het doen? Zegt kleine duif. Kijk, zegt Luna, ik ga naar school. Tegenwoordig mag ik naar een gebouw. En mensen die helpen daar kinderen die op straat leven, we mogen daar wonen. En we mogen daar naar school. En ook mijn broer is daar. En we zijn daar veilig. En mensen uit rijke landen, die sturen ons allemaal mooie spullen. Kijk, daar wordt kleine duif toch wel vrolijk van. Dat er zoiets moois gebeurt. En hij vliegt weer verder en hij komt weer bij Barend Bever. En hoe gaat het met Barend Bever? Hé, Barend is niet meer alleen. Er zijn 4 bevers. Gaat ie? Ja. Gaat goed hoor. De reddende engel. Ja, bind hem maar zo naar achteren toe. Voordat we echt vuur in de kerk krijgen. Zou wel mooi passen. Maar voordat de sprinklers aangaan, dat is ook niet helemaal een fijn idee. Maar Barend Bever is niet meer alleen. Hé, zegt de kleine duif, wat is hier gebeurd? Nou, zegt Barend Bever, kijk eens goed. De mensen hebben hier nieuwe natuur gemaakt. Er staan hier veel minder huizen. Dus we hebben meer ruimte gekregen. En nu zijn we weer met z'n vieren. Maar ze zijn nog wel een beetje rommelig hoor, die mensen. Er ligt nog steeds allemaal plastic en troep tussen het riet. Maar het is wel weer veel fijner om hier te zijn. En kleine duif vliegt weer verder. En hé, er is nu sneeuw gevallen. Het is winter geworden. En hij ziet de kinderen weer spelen. Op de achtergrond ziet hij weer donkere wolken boven een stad. Daar gaat het nog niet helemaal goed. Misschien is daar wel oorlog zelfs. Maar die kinderen die aan het ruzie maken waren, hé, die zijn nu met elkaar aan het spelen. En alle kinderen mogen meedoen. Ze zijn sneeuwpop aan het maken en sneeuwballen aan het gooien. Hé, denk kleine duif. Misschien is de pinksterduif hier wel langs geweest. Hij ziet een heel klein veertje liggen. En dan gaat kleine duif weer terug naar zijn nest. En hij gaat zitten, maar het past helemaal niet meer. Hij is veel te groot geworden. Hij is een grote duif geworden. En eigenlijk, denkt kleine duif, dat is maar beter ook. Ik ben een vredesduif. En het is tijd dat ik de grote wijde wereld inga en een beetje help om vrede te brengen. Dat ik ook de mensen en de kinderen een beetje een duwtje in de rug geef. En hij gaat vliegen. Hij denkt, misschien kan ik de pinksterduif een pootje helpen. Kan ik ook af en toe een klein begin van vrede maken
En we moeten misschien nog een tijd wachten, maar we verliezen de moed niet. Want de Pinksterduif, die is als de wind in onze rug. En hij vliegt weg met krachtige vleugelslagen op de wind. We gaan met de kinderen het Pinksterlied zingen en daarna mogen jullie naar voren komen. Naar voren komen en het licht komen halen voor de kindernevendienst. Laten wij samen bidden om de aanwezigheid van de Geest hier in ons midden. Heilige Geest van God, uw heilig vuur zoekt onderdak bij mensen. U zoekt een huis, een lichaam om in te wonen. Uw adem raakt ons. Uw licht doorademt ons. Maar het wachten op u valt ons ook vaak lang. U bent zo ongrijpbaar, zo niet te vatten. En wij vergeten om ontvankelijk te zijn voor u. Deel uzelf met ons vandaag en geef ons diepe blijdschap, ware wijsheid, goedheid, zachtmoedigheid, geloof. Deel uzelf met ons en vul ons met uw heilig vuur. Amen.
Ik lees u voor uit Johannes 14, vers 14 tot en met 21 en vers 25 tot en met 29. Wanneer je iets in mijn naam vraagt, zal ik het doen. Als je mij lief hebt, houd je dan aan mijn geboden. Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn, de Geest van de waarheid. De wereld kan hem niet ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet. Jullie kennen hem wel, want hij blijft bij jullie en zal in jullie zijn. Ik laat jullie niet als wezen achter. Ik kom bij jullie terug. Nog een korte tijd en de wereld zal mij niet meer zien. Maar jullie zien mij wel. Want ik leef en ook jullie zullen leven. Dan zul je begrijpen dat ik in mijn Vader ben. Dat jullie in mij zijn. En dat ik in jullie ben. Wie mijn geboden kent en zich eraan houdt, heeft mij lief. Wie mij lief heeft, zal de liefde van mijn Vader en mij ontvangen. En ik zal mij aan hem bekendmaken. Dit alles zeg ik tegen jullie nu ik nog bij jullie ben. Want later zal de pleitbezorger, de Heilige Geest, die de Vader jullie in mijn naam zal zenden, jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen wat ik tegen jullie gezegd heb. Ik laat jullie vrede na. Mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet. Jullie hebben toch gehoord dat ik zei dat ik wegga en bij jullie terug zal komen? Als je me lief had, zou je blij zijn dat ik naar mijn Vader ga, want de Vader is meer dan ik. Ik vertel jullie dit nu, voordat het gebeurt, zodat jullie het geloven wanneer het zover is. Ik lees verder uit Handelingen 2, vers 1 tot en met 11. Komst van de Heilige Geest. Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak, waren ze alle bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten. En alle werden vervuld van de Heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun
door de geest werd ingegeven. In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden, die afkomstig waren uit ieder volk op aarde. Toen het geluid weer klonk, dromden ze samen en ze geraakten geheel in verwarring doordat iedereen hen in zijn eigen taal hoorde spreken. Ze waren buiten zichzelf van verbazing en zeiden: "Het zijn toch allemaal Galileërs die daar spreken? Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal horen?" Parten, Meden en Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea en Cappadocië, mensen uit Pontus en Azië, Frigeeën en Pamphylië, Egypte en de omgeving van Cyrene in Libië, inwoners van Rome die zich hier gevestigd hebben, en ook mensen uit Kreta en Arabië, zowel Joden als proselieten. Wij alle horen hen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden. Het lied dat we net zongen is oorspronkelijk een Fins lied. Als u meekeek in het liedboek, dan kunt u dat ook onderaan zien. Koskua Mia te Henki. En Henki is dus in het Fins de Heilige Geest. En dat is dus wel mooi, want gekke Henki, zeggen wij. Maar de Heilige Geest is eigenlijk ook een soort van gekke Henki. Degene die doorbreekt, die nieuwe ideeën geeft, die creativiteit brengt. Dus het is eigenlijk prachtig dat in het Fins de Heilige Geest Henki heet. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, bent u zich ervan bewust dat bewustzijn en je ergens bewust van zijn
echt termen zijn van onze tijd. We horen het natuurlijk voortdurend om ons heen en er zijn ook allerlei partijen voortdurend bezig om ons ergens van bewust te maken of ons bewustzijn te vergroten. Bijvoorbeeld op het gebied van goede voeding en leefstijl of van politiek en samenleving of over allerlei vormen van onrecht en beïnvloeding. Ook persoonlijk zijn we vaak bezig met ons bewustzijn en ons zelfbewustzijn. Proberen we na te denken over wie we zijn en waarom we doen wat we doen. Als je je er maar bewust van bent, zeggen we ook vaak tegen elkaar. Dat is ook echt zo'n term. Want bewustzijn is belangrijk. Bewustzijn betekent dat iets gezien wordt, waargenomen wordt. Als je ergens niet bewust van bent, dan is het verborgen, dan zit het onder de oppervlakte. En het probleem is dan dat het soms ook allerlei narigheid kan doen. Allerlei problemen kan veroorzaken. Maar worden we ons iets bewust, dan komt het aan het licht. En verandering begint altijd met bewustzijn. Met de bewustwording dat iets niet oké is, dat er iets moet gebeuren. Als je terugkijkt in de geschiedenis, dan zie je dat veel dingen die wij nu als onrecht zien, eerst helemaal niet als onrecht gezien werden. Slavernij, minderwaardige positie van vrouwen, onze omgang met dieren. Lange tijd werd dat helemaal niet als onrecht gezien. Totdat er een nieuw bewustzijn ontstaat. Mensen zich ervan bewust worden dat het misschien toch anders is. En dat het anders moet worden gezien en dat er iets anders moet gebeuren. Verandering begint met bewustwording en bewustwording brengt in beweging. En daarom heeft Pinksteren ook alles te maken met bewustwording. Met het ontvangen van een nieuw bewustzijn. Schep God een nieuwe geest in mij. Een geest zo licht en klaar als gij, zingt een van onze liederen. Pinksteren is je eigen bewustzijn laten aanraken door Gods adem, door Gods geest, door Gods bewustzijn, door wat God ziet, wat God voelt, wat God waarneemt, wat God denkt, wat God voor ogen heeft. Pinksteren is daarmee ook nodig om Pasen te voltooien. Pasen is waar de geest van God in Christus zichtbaar wordt. Waar die kracht heeft in Christus en die in de kracht, Christus kan in de kracht van de geest van God opstaan. Die kracht die doet leven, die ons uit de dood tevoorschijn roept. Pinksteren is het feest waar die geest van Jezus kracht in ons krijgt, met ons gedeeld wordt. Waar wij worden geroepen om in gemeenschap, als gemeenschap, in diezelfde geest van Christus te leven. En bij te dragen aan de vernieuwing, aan de verbetering van de wereld. En Lucas legt in Handelingen 2 die roeping van ons als gemeente om in de kracht van de geest bij te dragen aan de vernieuwing van de wereld heel mooi uit vanuit de Joodse betekenis van Pasen en Pinksteren. De meesten van ons weten wel dat bij het paasfeest het Joodse Pesachfeest hoort met het verhaal van de uittocht uit Egypte. Maar wat we vaak veel minder weten, is dat bij het Joodse Pinksterfeest het verhaal hoort van de wetgeving op de Sinaï. Het verbond dat God daar met het volk sluit en de 10 geboden die dan worden gegeven. Dat is het moment waar het hele volk geroepen wordt om een heilig volk te zijn. Om zich te verbinden met Gods geboden als de weg naar vrede en recht in de wereld. En als Lucas hier in Handelingen vertelt hoe op die Pinkstermorgen allen in het huis bijeen waren, dan hoor je daarin de echo van Exodus verteld, hoe Exodus vertelt dat op die morgen van het verbond het hele volk bijeen was aan de voet van die Sinaï. En als de Heer op de Sinaï neerdaalt met het geweldige geluid van de donder en in het vuur, dan herken je ineens hoe Lucas vertelt hoe het hele huis gevuld wordt door een geweldige windvlaag en tongen van vuur zich verspreiden.
En als we dan ook nog weten dat in de Talmud wordt verteld dat de Torah, de wet, de 10 geboden en alle wetgeving daaromheen, door de engelen vertaald is in 70 talen, zodat alle volken daarin kunnen delen. En we horen dan die opsomming van Lucas, waar Marilène zich heel goed doorheen sloeg met al die volken en landen. De Parten, de Meden, de Elamieten, de inwoners van Mesopotamië, Judea en Cappadocië, mensen uit Pontus en Azië, Frigië en Pamphylië, Egypte en de omgeving van Cyrene in Libië, inwoners van Rome en ook mensen uit Kreta en Arabië. Dan tellen we daarin 7 volken en 10 landen. Oftewel 70 talen waarin de geest spreekt. En zoals het volk tenslotte bij de Sinaï beefde bij die verschijning van de Heer, in het wind en in het vuur, zo is iedereen in het Pinksterverhaal ook volledig verbijsterd en van zijn sokkel geblazen als de geest over hen komt. Pinksteren is het moment waarop ons bewustzijn op haar grondvesten schudt. Door de aanraking van Gods adem, van Gods geest, Gods bewustzijn. En we worden geroepen om in die kracht van Gods ruach, Gods geest, Gods tegenwoordigheid een heilig volk te zijn. Een gemeenschap te zijn waarin Gods geest in de wereld komt. De geest van waarheid, recht en vrede. Want de gemeente is het proces van de Heilige Geest in de wereld. De gemeente is de plaats van waaruit de Geest in de wereld woont en werkt. Wij zien ons geloof vaak als iets persoonlijks, als iets individueels. Wij komen ook vaak naar de kerk als individuen. Natuurlijk vinden we ook de gemeenschap fijn, maar we komen vaak in de eerste plaats om ons persoonlijk geloof te voeden. En natuurlijk leeft de geest ook in ieder van ons persoonlijk, troost ons persoonlijk, geeft ons persoonlijk kracht. Maar wij krijgen de geest als trooster niet voor onszelf. De geest als geheel, de geest als gave van God en de gaven van de geest worden aan de gemeente gegeven. Aan ons als een geheel. Gods geest leeft in gemeenschap, omdat God mensen aan elkaar verbindt en omdat Gods geest pas echt iets in beweging kan brengen waar mensen ook gezamenlijk optrekken. Want onrecht in onze samenleving en in onze wereld is nooit alleen iets van enkelingen. Er zijn een aantal nare mensen in de wereld. Maar van de pestkop in de klas en de vervelende collega op je werk tot aan de dictators en de tirannen in deze wereld. Hun macht is altijd deel van een groter systeem. Van een grotere dynamiek. En systematisch onrecht kan dan ook niet door enkelingen worden veranderd. Daar is een breder bewustzijn voor nodig. Een groter collectief. En natuurlijk kun je als individu de kracht van de geest ervaren en mag dat ook en werkt de geest in ons. Maar wie geraakt is door Gods adem, wie een nieuw bewustzijn heeft ontvangen, wie ziet wat God voor ogen heeft, wat Gods verlangen is van vrede en recht voor deze wereld, die weet dat geloof geen individuele zaak is, maar dat je geroepen bent tot gemeenschap. Tot gemeente zijn, tot deel zijn van een groter collectief. Juist om samen dat bredere bewustzijn te vormen. Samen het grotere collectief te zijn dat tegenstem kan bieden en een bodem kan zijn voor het doorbreken van onrecht en het brengen van waarheid en recht. Wij denken vaak dat wij zo weinig kunnen doen. Wij voelen ons vaak zo onmachtig, ook omdat we vaak over onszelf denken als enkeling. Ik kan in mijn eentje niks. Wij denken ook vaak, wat helpt bewustzijn nou? Wat heb je nou aan bewustzijn als je vervolgens daar niks mee kunt, als je daar vervolgens niks mee kan doen?
Er is recent een groot onderzoek gedaan naar hoe we in Nederland aankijken tegen klimaat en hoe iedereen daarmee bezig is. Hoe verschillende bevolkingsgroepen omgaan met klimaatverandering. En een van de opvallendste uitkomsten van dat onderzoek was de intention-behavior gap. Misschien heeft u het ook gelezen in de nieuwsberichten. De intention-behavior gap is dat uit het onderzoek bleek dat de hogere inkomens zich bewuster zijn van klimaatproblematiek. Daar in zekere zin meer mee bezig zijn. Maar dat tegelijkertijd de hogere inkomens nog steeds zoveel meer consumeren dat hun voetafdruk nog altijd hoog groter is dan dat van de lagere inkomens. De hogere inkomens hebben een goede intentie. Ze hebben het juiste bewustzijn. Maar met hun zonnepanelen en minder vlees eten gaan ze er nog altijd meer op uit, leven ze nog altijd op grotere voet en sluit hun gedrag niet aan bij hun bewustzijn. Sluit ons gedrag, denk ik. Ik denk dat wij ook deels daar onszelf te kunnen rekenen, niet aan bij ons bewustzijn. Alleen het hebben van het juiste bewustzijn leidt nog niet tot verandering. Dat is natuurlijk een reëel gevaar. Bewustwording is de eerste stap naar verandering. Maar als de vervolgstappen niet worden gezet, dan heeft dat bewustzijn uiteindelijk ook weinig effect. En als Gods geest een nieuw bewustzijn in ons schept, dan spoort de geest ons natuurlijk ook aan om dat waar te maken in ons doen en laten, in ons handelen. Johannes is heel helder. Dat wie Christus lief heeft, leeft naar zijn geboden. En dat wie niet leeft naar zijn geboden, dat in diegene de liefde niet kan zijn. Maar toch, op deze Pinksterdag is het denk ik ook goed om ons erdoor te laten bemoedigen dat we ook de kracht van bewustzijn op zichzelf niet moeten onderschatten. Dat we ook de kracht van de geest niet moeten onderschatten, daar ook waar we nog geen resultaat zien. Onze valkuil is dat we vaak denken vanuit maakbaarheid. Dat we vaak denken vanuit resultaat. Dat we vaak effect zoeken op de korte termijn. En dat als er geen snelle oplossingen zijn, we ook denken dat er weinig of niets gebeurt. En dat we weinig of niets kunnen doen. Maar het eerste verzet tegen onrecht zijn al de geesten, de hoofden, de harten van mensen die geen bodem voor dat onrecht zijn. Die geen ruimte bieden aan valse waarheden, aan alternatieve feiten, aan angst en polarisatie. Ruimte voor onrecht begint altijd in de harten en hoofden van mensen. En waar mensen in de kracht van Gods geest hun hart en hun hoofd daarvan vrijhouden, hun hart en hoofd gevuld houden op waarheid en liefde en recht en vrede, daar houden wij al een ruimte voor die vrede open. En dan is het vaak wachten. Leven met de geest is ook vaak wachten op de geest. Wachten tot de tijd rijp is. Wachten tot de tijd vervuld is dat verandering kan plaatsvinden. Wij denken vaak vanuit maakbaarheid. Maar de geest van God is organisch. En organisch heeft vaak meer tijd nodig, maar het is gaande en het groeit. En Pinksteren is het vertrouwen dat Gods geest organisch in de wereld is. En in velen een nieuw bewustzijn schept. Bewustzijn dat vaak lange tijd nodig heeft om te groeien. Bewustzijn dat soms generaties nodig heeft om te groeien. Dat vaak niet meetbaar is op korte termijn. Maar toch keer op keer in talloze kleine en grote momenten wordt aangescherpt. Zoals iedere keer dat wij in de kerk komen, we ook niet direct totaal levensveranderend naar buiten komen. Maar elke keer opnieuw wordt er toch iets in ons aangescherpt. En zoals water de rots slijpt,
Zo slijpt en rijpt de geest in ons. En groeien we als het goed is gedurende ons leven toch langzaam uit tot andere mensen. Groeit en rijpt en slijpt er in ons toch een ander bewustzijn. En zo groeit en rijpt en slijpt de geest ook het bewustzijn van de mensheid in de geschiedenis. En brengt daarin telkens onrecht aan het licht. Wat soms eeuwenlang niet als onrecht werd gezien. Breekt vastgeroeste denkkaders open, brengt nieuwe kennis, brengt nieuwe ideeën, brengt nieuwe inzichten. Werkt aan de zachte krachten in deze wereld, waarmee de tirannen ondermijnd worden. De tirannen hebben vaak het hoogste woord, maar de lieve mensen zijn met meer. En in hen en onder hen groeit de ruimte en is de ruimte en wordt de ruimte opengehouden voor de vrede, voor de waarheid en het recht. En telkens weer breekt ook de tijd aan dat die ruimte vervuld kan worden en er even iets van waarheid en recht en vrede opbloeit. Want mijn vrede geef ik jullie, zegt Jezus, zoals de wereld die niet geven kan. De vrede van de wereld is de afwezigheid van oorlog. Maar de vrede van Christus gaat veel dieper. De vrede van Christus is de vrede van het geheelde leven. De samenleving waarin recht en vrede bloeien. Het is het leven waarin mens en natuur met elkaar in harmonie zijn en elkaar voeden en in leven houden. Het is de innerlijke vrede. De persoonlijke vrede, die heelt en troost en vrijmaakt en kracht geeft. Het is de vrede die de geest in ons tot leven roept. Het nieuwe bewustzijn dat Hij ons schenkt en waartoe we samen geroepen zijn om die in de wereld te brengen. In ons hart, in ons hoofd, in ons doen, in ons laten. In de kracht, in het vuur, in de liefde, in de zachtheid van Gods geest. Amen.
De geest verbindt mensen van alle landen en van alle volken. En de geest verbindt ons ook waar wij op afstand van elkaar zijn, zijn wij toch één in de geest. En wij nemen vanmorgen ook afscheid van een gemeentelid en dat is Cordula uit de Boogaard. Cordula komt oorspronkelijk uit Duitsland en verhuist daarnaar terug deze zomer. Maar Cordula zei van ik wil graag toch de gemeente ook toespreken omdat ze zoveel voor mij heeft betekend. En ze vroeg mag ik daarvoor ruimte in een dienst? Ik zeg zeker. En we dachten ook dat is prachtig in een Pinksterdienst waar we ook als gemeente laten zien wat we voor elkaar betekenen, soms persoonlijk en juist ook in die gemeenschap. Dus Cordula wil zometeen haar woorden tot ons zeggen en daarna zullen wij ook haar de zegen meegeven. Dat de geest van God ook met haar meetrekt als zij naar Duitsland gaat en wij daarin met elkaar verbonden blijven. Cordula, mag ik jou hier uitnodigen? Lieve Esther, lieve allemaal, over enkele weken ga ik verhuizen, terug naar Hamburg, na 26 jaar Wassenaar en 24 jaar Kiewitkerk. 26 jaar geleden ben ik van Hamburg naar Wassenaar verhuisd, net getrouwd en met een mooie baan in Den Haag. 2000 was ik in verwachting van mijn zoon en al snel de vraag bij mij, waar wordt de baby gedoopt? Het zou toch Wassenaar moeten zijn. Gelukkig was er een brief in de bus met een uitnodiging van de Kiewitkerk voor een groot huisbezoek. Deze eerste contact met de Kiewitkerk was zo een fijne avond dat ik direct de kring, de baby was nog niet geboren, lid ben geworden van de gesprekskring Jonge Ouders. Mijn zoon is hier gedoopt op een palmzondag, nog zonder doopkaas. Dat kennen wij hier niet. En 2 jaar later mijn dochter met doopkaas. Dat vonden wij zo leuk, dus we doen het hier nu ook, zei destijds Just van S. Daarna heb ik vele jaren met heel veel plezier de kindernevendienst gedaan en heb meegeholpen met het jubileum van de kerk en het afscheid van Jillis. De Kiewitkerk was voor mij altijd een stuk thuis. Een fijne plek waar ik mij ook in mijn moeilijke jaren door een gedachte in de preek, de warmte van onze kerkgemeente, een hand naast mij of omhelzing na afloop van de dienst, altijd gesteund voelde. Ach, sorry. En dat zonder familie in de buurt was heel fijn voor mij. Ik kan niet doorgaan. Nee hoor, haal even adem, geef niks. Ook voor mijn kinderen was de Kiewitkerk een plek waar ze altijd vanzelfsprekend naartoe zijn gegaan. Toen in de kindernevendienst 1 keer gevraagd werd of iemand dat verhaal van die zondag uit de kinderbijbel al kende, zei mijn zoon, ik heb het hele boek al gelezen. Toen mijn dochter in het Kyrie Lam van God hoorde, fluisterde ze naar mij, mama, lam, want haar knuffel sinds haar geboorte was haar lammetje. En bijzonder voor mij en voor mijn dochter waren later de jongere reizen met Jillis, ook omdat zij en de jongste dochter van Jillis heel goede vriendinnen zijn. Bij het jubileum van de kerk heb ik de jeugd gevraagd de partyservice te doen en de hapjes en drankjes te serveren. Want ik dacht, wij bieden altijd aan de jeugd, maar het is ook goed om ze te betrekken als er hulp nodig is. Dat vonden ze natuurlijk eng, maar na afloop was het toch prima om geholpen te hebben. En zo is het na al die jaren ook voor mijn kinderen vanzelfsprekend dat we kerstavond met z'n drieën naar de kerk gaan. En zij willen nog steeds het liefst naar de kinderdienst om 19:30 in de Kiewitkerk. Vanochtend wil ik mij graag bedanken. Esther, ten eerste bij jou voor jouw begrip dat het belangrijk voor mij was om afscheid te nemen.
en voor jou zo bijzondere preken, waar ik altijd geraakt werd, ook vandaag weer, en antwoord gekregen heb op onderwerpen waar ik mee zat of zit. En ik wil u heel graag danken voor deze jaren samen hier in onze Wassenaarse kerkgemeenschap en zoals jij vanochtend zei, deel te zijn van dit collectief. En dat mijn kinderen met alle activiteiten en de warme en open sfeer hier de basis voor hun geloof gekregen hebben. De ondersteuning die ik had in de geloofsopvoeding van mijn kinderen. En ik hoop dat onze geloof, die daarmee verbonden normen en waardes, ook in hun leven leidraad, kracht en steun zullen zijn. Ik wens u en de kerkengemeenschap in Wassenaar een goede toekomst waar de kerk een fijne plek voor u blijft, maar ook de kerk een plek in Wassenaar gaat houden. Ik verheug me nu op mijn nieuwe oude thuis in Hamburg, mijn oude kerk en het Onze Vader niet meer zachtjes in het Duits te fluisteren, wat ik altijd gedaan heb, maar hardop mee te bidden. En u werd te zien als ik op bezoek in Wassenaar zal zijn. Lieve Cordula, dank voor je mooie woorden, voor wat deze gemeenschap voor jou heeft betekend. Maar ik denk ook dat ik namens de gemeenschap spreek als we ook jou hartelijk willen bedanken voor alles wat jij betekend hebt hier binnen de gemeente. Voor velen ook hier persoonlijk. En wij wensen je natuurlijk alle goeds en we willen je ook de zegen van God meegeven. Dat hij ook met je meegaat naar Duitsland. En we zullen elkaar wel weer zien, maar we zullen ook in de geest met elkaar verbonden zijn. En het is ook prachtig dat jij daar weer in de kerk, dat we ook weten, we zijn een wereldwijde kerk. We zijn niet alleen. We zijn een wereldwijde gemeenschap met miljoenen, miljarden mensen. En samen brengen we iets van Gods geest in deze wereld. Ik wil je de zegen meegeven. Lieve Cordula, laat God jou en wie je lief zijn onafscheidelijk vergezellen en jullie begeleiden op al jullie wegen. Laat Christus de staf zijn in je hand en de richting van elke voetstap. Laat de geest voor je zijn, het vuur van de liefde en de wind in de rug die je brengt op wegen van vrede. Wees gezegend. Ga met God. Adieu. Amen. De geest verbindt ons met de levenden. De geest verbindt ons ook met wie gestorven zijn. Mag ik u vragen om te gaan staan voor een bericht van overlijden? Op 15 mei overleed mevrouw Jean Bier de Wit. Ze woonde aan de Prinsenweg 68. Ze was een bijzondere vitale vrouw en een krachtige en lieve moeder en grootmoeder. Ze was zeer gelovig en haar lijfspreuk was: It's the Lord's way. Afgelopen week overleed ze in haar eigen huis en daar zal ook de afscheidsdienst in besloten kring plaatsvinden. Wij willen haar in een moment van stilte gedenken en wensen haar nabestaanden Gods troost en kracht toe. Mogen haar nagedachtenis ons tot zegen zijn. Wij zingen het vierde couplet van lied 513. Thank you.
Laten wij samen danken en bidden. God van vrede, wij danken u dat u de heling van de wereld voor ogen heeft. Dat uw geest werkt in onze harten en in die van zoveel mensen. Dat uw geest werkt in onze geschiedenis en door hoogte en diepte heen ons voert op uw weg van recht en waarheid. Wij danken u voor al het goede dat uw geest ons heeft gebracht. Voor het besef dat ieder mens kostbaar is in uw ogen. Dat ieder wezen een schepsel is van u. En dat wij het leven en de levenden te eerbiedigen hebben. Wij danken u voor de kracht die wij persoonlijk van uw geest ervaren. Voor hoe de geest ons bewustzijn rijpt en slijpt. Onze beperkte denkkaders doorbreekt. En ons hart verruimt. Heer, wij bidden u voor onze samenleving. Waar de woorden vaak zo scherp zijn. Waar de vervreemding is toegenomen. Waar de kloof tussen wie het goed hebben en wie niet groter wordt. Wijs ons de weg naar heling, naar gemeenschap. En laat ons in woorden en daden verbinders zijn die vrede brengen. Wij bidden voor hen die geestelijk lijden. Voor hen die psychische en psychiatrische problemen hebben. De mensen die gewond zijn door trauma's en stoornissen. Wij bidden dat uw geest hun gewonde geest mag kalmeren, helen en dragen. Wij bidden in de oorlogen van deze wereld. In de wegen van geweld en haat die worden gekozen. De mensenlevens die ondergeschikt worden gemaakt aan waanideeën en principes. Schep God toch een nieuwe geest. Versterk de krachten van hen die zoeken naar vrede. Wij bidden u, slijp ons en rijp ons. Heel ons en draag ons. Voed ons en vuur ons aan. Laat uw geest heel onze geest vervullen. En roep ons tot uw vrede. Hoor ons zo, als wij in stilte ons hart voor uw aanwezigheid openen. Hoor zo onze gebeden en hoor ons als wij samen bidden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komt, uw wil geschieden, zoals in de hemel, zo ook op de aarde. Geef ons zegen, ons De diaconale collecte is vanmorgen bestemd voor de ouderenzorg van de Verenigde Protestantse Gemeente op Bonaire. Ons gemeentelid Guido Wiersma is hier nauw bij betrokken en ook Kees Mos heeft hier zijn bijdrage geleverd als predikant gedurende periode op het eiland. Bonaire is een arme gemeente binnen ons koninkrijk en hulp is hier meer dan welkom. Er is één collecte en de opbrengst wordt 60-40 verdeeld over diaconie en kerk.
Uw gave kunt u bij de collecte al hier doen of via Scipio-app, banknummer van de kerk, iDeal of QR-code. De bloemen deze morgen gaan naar Frans Luchthart, Helena Laal 26b, vergezeld met onze felicitaties bij zijn 85ste verjaardag in de komende week. Mevrouw Sier van Essen, woonachtig aan de Molenstraat 3, eveneens vergezeld met de gelukwensen bij haar 80ste verjaardag. En het derde boeket is voor de heer mevrouw Fabius Oranjelaan 9, ter gelegenheid van hun 60 jaar huwelijk. Als iemand de bloemen wil bezorgen, kunt u zich na de dienst bij mij melden. Zaterdag 25 mei, volgende week, in het kader van Kerk en Kunst in de Messiaskerk, de opening van tentoonstelling Verloren en Herboren. De opening is om 3 uur in de middag en de opbrengst is bestemd voor het Rode Kruis. De volgende dag, zondag 26 mei, is er in de Dorpskerk een evensong, Alt Alblas, het Pankras Consort uit Leiden en Rijk Jansen verzorgen deze evensong volgens Anglicaans gebruik. Een oproep aan vrijwilligers voor het inloophuis. Elke donderdag is er in de stoof tussen 2 en 5 gelegenheid voor de vluchtelingen om een praatje te maken, om een spelletje te doen. Marianne en John Meeuwissen vragen om versterking van het team om de continuïteit te waarborgen. Mijzelf staan nog, toen deze bijeenkomsten werden gehouden in de Messiaskerk, een aantal voorbeelden nog steeds helder voor ogen. En het is, ik gebruik die nog steeds als ik mensen tegenkom en het onderwerp komt ter sprake. Haal ik deze ervaringen nog steeds aan. En het is goed om eigenlijk daar gewoon in contact te treden met de mensen en voor jezelf de mening te vormen. Als laatste een punt van herinnering. 2 juni 10 uur is de intrededienst van dominee Evert-Jan de Weijer binnen onze gemeente. De locatie is de Dorpskerk. Dank u wel.
De kinderen hebben nog prachtige pinkstervlammen gemaakt. Laat ze maar eens even zien. Zo, draai maar eens even om naar de mensen of kom even op de trap staan. Dan kunnen jullie laten zien welke prachtige vlammen jullie allemaal hebben gemaakt. Ik zie mooie stokken om mee te wuiven. Kijk, laat maar even zien en laat de wind maar eens even waaien van de geest. Groot enthousiasme natuurlijk. Nou, dat hebben jullie prachtig gemaakt. Wij gaan van hier, op deze zonnige zondag, in de kracht van Gods geest, in de vrede van Christus en in de verwachting van Gods toekomst van deze wereld. Ga dan van hier, in de kracht van de geest. Wees gezegend met het vuur van de liefde van God en deel daarvan uit. Wees gezegend met de liefde van Christus en laat die als de wind heel je hart en wezen vervullen. Wees gezegend met de kracht van Gods geest die vrede geeft en toekomst brengt.